Hoi, leuk dat je kijkt naar deze DIY. Mijn naam is Laura en ik ga vandaag frozen glitterklei proberen te maken. Ik heb namelijk bij Kraftmama gezien dat je klei kunt maken met behulp van gewoon een aantal middelen die je thuis hebt liggen. En het leek me leuk om daarvan eens te proberen of dat het ook met glittertjes kon. En dan een soort van frozen effect te krijgen, wat heel erg leuk is natuurlijk voor de kleine meisjes. Wat je daarvoor nodig hebt. Ik heb dit bekertje gebruikt als maatbekertje. Je doet 2 delen bloem, 1 deel zout, 1 deel water. Je hebt een klein beetje zonnebloemolie nodig. Omdat ik blauwe klei ga maken, gebruik ik ook blauwe kleurstof. Dus gewoon voedselkleurstof. Deze heb ik bij de Xenos gekocht. Je kunt het natuurlijk in elke kleur maken die je zelf wil. En ik heb een potje met glitters en daar ga ik ook gewoon een leuk kleurtje glitters uitzoeken. Ik denk zilver met blauw. Ik gebruik een maatbeker en deze garde. En dan zullen we eens gaan zien of dat het gaat lukken. Eerst doen we het water erin. Met een beetje kleurstof. Doen we 2 eetlepels olie erbij. Ik voeg al direct de glitters toe. Anders gaat dat straks niet meer zo heel goed lukken. Nou, er zit een beetje groen bij. En vervolgens mengen we het zout erdoorheen. Als dat allemaal goed gemengd is, dan gaan we langzaam de bloem toevoegen. Het zal steeds lastiger gaan omdat het al een flinke substantie gaat worden natuurlijk.